De Lions Club Kwata heeft computers gedoneerd aan het commissariaat van het resort boven Saramaka. Volgens clubpresident Sures Narain kwam het verzoek van de secretaris van het commissariaat. Een lid van de club heeft de computers ter beschikking gesteld. Waarna is besloten om die te doneren aan het commissariaat, geeft Narain aan. Is voor de gemeenschap en wij ondersteunen elk doel dat de gemeenschap doet. En zo hebben wij via onze mensen, we hebben een fellow binnen onze club die wat computers ter beschikking heeft gesteld voor de gemeenschap. En dat is de heer Kumar Kargi van Kumar Shipping. Hij had dit voor ons geregeld en toen hebben we gemeend om dit ook aan het commissariaat over te handigen. Zodat de gemeenschap daarmee ook gediend is. Volgens districtscommissaris Walter Bonjaski beschikte het commissariaat niet over apparatuur. Bij zijn aantreden is er niets aangetroffen. De burgervader is daarom erg ingenomen met de schenking van Lions Club Kwata. We hebben vandaag een computer gekregen van Lions Club Kwata. Nadat we een verzoek hebben gedaan naar hun toe. Want toen we aantrad hebben we bijna geen computers hier aangetroffen. Dus toen, we hebben behoefte aan computer om te werken, want zonder computer kan je het werk niet doen. Dus we hebben een verzoek aan hun gericht en ze hebben daarin gespeeld.